vrachtwagenchauffeurs dreigen met... Volgens ons gigantisch onderbetaald. Ik kan hun niet volgen. Ik spreek geen Pools, helaas. Daar werk ik me helemaal de tyfus voor. Elke dag weer. Waarom is de chauffeur zo boos? Voor mijn gezin, voor mijn eigen, voor mijn toekomst. Deze week in de ochtend op Radio 1. Met de vlam in. De pan. Vrachtwagenchauffeurs gaan de komende weken dus actie voeren. Met stakingen en wegblokkades willen ze meer loon afdwingen. Verslaggever Niels de Jager zoekt deze week uit wat er toch achter de woede van de chauffeur zit. Welkom in de vrachtwagen van chauffeur René Pierik. Goedemorgen! Hij leidt ons deze week rond in de transportsector. Het is nog donker buiten, ook nog rustig op de weg. Hoe laat is het nu? Het is 6:15. En uw werkdag is al begonnen? Ja, mijn werkdag begint meestal om 5:00 of om 6:00 op Schiphol. En tot hoe laat gaat u dan door? Tot het klaar is. En dat is meestal tussen 5:00 en 8-9:00 s'avonds. Bent u dan niet helemaal zat, die wagen en de weg? Nee. Als je dit werk niet leuk vindt, dan moet je het ook niet gaan doen. Want dan komt het niet goed. Dan word je een chagrijn. René Pierik klinkt dus tevreden tot je begint over zijn salaris. Zo 20, 25 jaar geleden verdienden wij hetzelfde als een buschauffeur. Als we nu dezelfde vergelijking trekken, lopen wij 15% tot 20% achter. Doen we niks, zijn we klaar. Binnen 5 jaar zitten we allemaal daadwerkelijk aan de vangrail. Dat moeten we ons allemaal beseffen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Afgelopen zaterdag kwamen op 4 plekken in het land honderden van deze boze chauffeurs bij elkaar. Als ik zie wat er momenteel al aan vreemd habibabi volk, noem ik het altijd, ja, bezig is in ons werk. Ze lachen je uit in Den Haag. En wat die kut in Den Haag zat van die schuld. Egon Groen van FNV Bondgenoten. Wat gebeurt hier? Nou, hier wordt gesproken over het loonbod van de werkgevers. En vervolgens wordt daar over nagedacht van wat doen we daar nou mee? En moet er actie gevoerd gaan worden? Dat is wat hier gebeurt. Ja, het gaat over het CAO-overleg. Dat is nu stuk gelopen, ligt stil. Wat lag daar op tafel? Daar lag op tafel van de werkgevers een loonbod van precies 0%. En wat was de looneis van de bonden? De eis was 3%. Kijk, als werkgevers komen met 0%. En je kent ook het verleden wat er in het verleden gebeurd is. Dus ze komen nou met 0%. En je laat het nou niet zien. Dan ben je voor de komende jaren, dus jouw jonge collega's, die zijn dan voor de komende jaren gewoon helemaal klaar. Ook ik ben bang om actie te voeren, maar ik doe het wel. Ik heb geen keus. Voor mijn gezin, voor mijn eigen, voor mijn toekomst. Niks doen is naar de kloten gaan. Wel doen is 80% kans op dat we het halen. Dus die moeten we aangrijpen. Dank u wel. Blauwe kaart omhoog als je tegen actie bent. Bij alle 4 actiebijeenkomsten is gestemd. Niemand. Ik zal het woord Koreaans hier niet in de mond nemen. 480 stemmen voor, 23 stemmen tegen, 21 onthoudingen. Dus wij gaan actie voeren, mensen. Aan acties denk ik banden in de brand steken. Net als in Frankrijk. Banden in de fik steken. Ik dacht dan te beginnen de Lelystaddijk afsluiten. Lelystaddijk, ja. En als het daar niet bij helpt, dan pakken we de afsluitdijk er ook nog even bij. En de afsluit, oké. Waarom pakken we niet de oorzaak aan? Zoals een Z1000 distributiecentrum, Albert Heijn. Ja. Aldi, wat ook zo'n kwal is. Lidl. Als dat niet had, de raffinaderijen plat. U zei het al even, bij de Noord-Koreaanse stemverhoudingen. Ja, dit is overduidelijk. De mensen zijn het beu. Wat gaat er nu gebeuren? Nou gaan wij uit al die plekken waar nou deze vergaderingen gedaan zijn en waar de ideeën geopperd zijn, dat gaan we bij elkaar brengen. We gaan actiecomité's vormen, daar zitten onze kaderleden in, daar zitten onze bestuurders in. Die gaan plannen welke acties we nou gaan inzetten. En even voor de gewone weggebruiker, de buitenstaander, wat gaan wij hiervan merken nu? Nou ja, daar zou je op termijn inderdaad dingen van kunnen gaan merken. Hier werd al genoemd de dijk Enkhuizen Lelystad. En ja, wordt het waarschijnlijk dan een soort geleidelijke opbouw? Vriendelijk beginnen en uiteindelijk radicaal eindigen? Ja, wij gaan waarschijnlijk de actie opbouwen en steeds meer druk uitoefenen. Weer terug in de vrachtwagen bij René Pierik. Zijn werkdag zit er nog lang niet op. Ja, en dan heel veel los en dan nog wat in Maidrecht laaien. En hier vanmiddag nog wat op Schiphol versieren. Ik zie een foto van uw vrouw. Zo'n nummerplaat voor het raam. Hattie. Ja, Hattie. Ja, dus duurt nog even voordat jullie weer bij elkaar zijn. Ja, maar goed.
hoe langer het duurt, hoe heviger het verlangen. Hè? Dus dat komt wel goed met ons. Net bekende u nog dat hij op de bank in slaap valt, hoor. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Hè? Als ik echt een lange dag maak en ik heb gegeten en gedoucht en ik val in slaap op de bank, dan begrijpt hij dat wel. Morgen rijden we langs bij de werkgevers, de transportbedrijven. Die zeggen dat ze helemaal geen geld hebben voor extra loon. De meeste bedrijven zijn echt tot op het bot uitgehold. Je zou kunnen zeggen dat zijn kale botten, daar zit geen vet meer op. Dat dus morgen in... Met de vlam in... De Pan. Niels de Jager, de hele week dus op de passagiersstoel in de vrachtwagen. Hadden we geen budget om Henk Wijngaard dat zelf in te laten zingen? Nee, ik zat er niet in.